In 2022 hebben zich 3180 verkeersongevallen zich voorgedaan. Dit is het hoogste aantal verkeersongevallen sinds 2021 tot heden, zoals blijkt uit de statistieken met betrekking tot verkeersongevallen. Dit zei minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de wet Instelling Verkeersautoriteit. De bewindsman laat weten dat de oorzaken van deze ongevallen divers zijn. De reden van verkeersongevallen heeft onder andere te maken met uiteenlopende oorzaken, waaronder onoplettendheid, geen voorrang verlenen, het verliezen van controle over de besturing, inhaalmanoeuvres en roekeloos rijgedrag. Voor wat betreft de statistieken met betrekking tot het aantal verkeersslachtoffers met dodelijke afloop bedroeg die in het jaar 2021 81, in 2022 74 en het jaar 2023 waren er 69 verkeersslachtoffers met dodelijke afloop te betreuren. Verwijzend naar het aantal van 69 verkeersslachtoffers met dodelijke afloop in het jaar 2023 kan worden opgemerkt dat de meesten jongeren in de leeftijdsklasse 14 tot en met 35 jaar waren. Amoksi zegt dat deze statistieken tot grote bezorgdheid leiden. Hoewel het Verkeersveiligheidsinstituut veel werk verzet om de bewustwording over veilig verkeer te verspreiden, berust het verkeersbeleid nu bij diverse ministeries en autoriteiten. De bewindsman geeft aan dat een centrale aansturing noodzakelijk is indien we de verkeersveiligheid met z'n allen effectief en efficiënt willen verbeteren. Het garanderen van verkeersveiligheid gaat gepaard met heel veel financiële middelen. Om zo efficiënt en efficiënt mogelijk te werk te gaan en om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te besteden, zal met de inwerktreding van deze ontwerpwet het Verkeersveiligheidsinstituut omgaan in een autoriteit, namelijk de Verkeersautoriteit, met ruimere taken en bevoegdheden op het gebied van verkeersveiligheid. De minister benadrukte dat de nog in te stellen Verkeersautoriteit, die middels deze wet moet worden bekrachtigd, het beleid zal uitzetten voor het garanderen van veilig verkeer.